Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En in deze video gaan we natuurlijk kijken naar Bitcoin, eerst wat nieuwtjes. En vergeet de video natuurlijk niet een like te geven als je de content kunt waarderen. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we beginnen met Andreessen Horowitz. Zij hebben een nieuw fonds opgestart, een crypto venture fonds. Dus zij gaan investeren in verschillende cryptocurrencies in de beginfase, latere fases. En daarvoor hebben zij 2,2 miljard beschikbaar. Dus nog meer geld komt richting crypto. Dan de NIDIGG, geen idee hoe dat uitspreekt, NIDIGG. Maar die gaan Bitcoin brengen naar de bankrekening van 18 miljoen Amerikanen. Zij gaan rechtstreeks het mogelijk maken voor Amerikanen om rechtstreeks Bitcoin te kopen vanaf een bankrekening en ook te bewaren. En dat gaan ze doen door een samenwerking. Dus dat is weer goed nieuws. Nog meer mensen, nog meer adoptie, nog meer exposure voor en aan Bitcoin. Dan de Stablecoin Supply Ratio, de SSR. Dat is een indicator en die laat zien eigenlijk dat er weer langzaamaan geld gaat naar Bitcoin. Dus dat is naar de stablecoins gegaan. Dus Bitcoin werd verkocht door stablecoins. En er is nu weer een uptrend daarin, wat betekent dat het geld weer richting Bitcoin gaat. En dat kan je vertalen naar, er is weer meer vertrouwen in Bitcoin, dat we hier potentieel de bodem hebben gezien. Dan de Bitcoinbeurs Gemini, die koopt voor 4 miljoen aan carbon credits. Dit doneren zij aan een non-profit organisatie en dit doen zij om Bitcoin toch wat neutraler te maken, omdat het toch wat energie kost. Dus dat is een goed teken wat dat betreft. Dus als iemand het weer over het milieu heeft en de energie die het kost, dan kun je ook dit artikel aan ze laten zien. En ook aan Elon Musk. En over Elon Musk gesproken. Bitcoin zit tegen een weerstand aan rond de $35.000. Elon Musk zal vast hebben gedacht, ik heb nog niet genoeg Bitcoin, dus het wordt tijd om te tweeten. Het is niet per se een hele bearish tweet. Het is wel een belediging richting de Bitcoin maxis, dat dan weer wel. Moet zeggen, ik kon erom lachen. Maar goed, het heeft een klein effect gehad op de koers. Niet heel groot wat dat betreft. We gaan er zo naar kijken in ieder geval. En over de koers gesproken, we beginnen eerst met de wekelijkse. We hebben hier de potentie. Die mensen zien hier een head and shoulders in. Ik denk niet dat dit zal uitspelen als een head and shoulders wat dat betreft. En ook die bear flag die lijkt te willen gaan worden geïnvalideerd wat dat betreft. Want we zijn wel onder die koers geschoten, onder de onderste lijn geschoten. Maar de bears hebben daar niet in doorgezet. En we lijken er ook weer boven te willen gaan sluiten. En afhankelijk van hoe deze candlestick sluit, het heeft nog 2 dagen te gaan, 2,5 dag, zou dit ook een bullish hammer candlestick kunnen worden. En een bullish hammer candlestick, de naam zegt het natuurlijk al, is een potentiële bodem. Hoe dan ook, er zit nog veel weerstand, de 41.000, de 0,32 Fibonacci dus. Maar daarnaast zien we ook de 8 IMA, de gele lijn, en de 21 IMA, de oranje lijn. Ook die zullen vanaf hier, als we terugbounce omhoog, weerstanden zijn. Dus voorlopig denk ik ook niet dat we hier uitkomen. Zelfs als we hier nu een mooie bounce krijgen in de komende weken of in de komende week, verwacht ik niet dat we heel snel die kant op zullen gaan. Het zal nog wel waarschijnlijk even duren. Dan Bitcoin op de daily. Zoals ik net al zei, Bitcoin zit tegen de weerstand aan. Allereerst tegen de weerstand van de 12 IMA. Daaronder hebben de bears nog steeds de overhand. De koers is wel boven de groene downtrending lijn gekomen. Is ook boven gesloten. Maar het moet er nu ook een mooie hertest op maken om bullish te mogen blijven. Maar de koers zit nu tegen de weerstand aan van die $35.500 tot $35.000. Dus in het beste geval moeten we nog steeds een high, tenminste we moeten sowieso nog een high low maken op de daily. Dus een punt naar beneden om vervolgens een high low te maken en daarna hopelijk een high high om een dagelijkse uptrend te krijgen. Maar de koers zit tegen weerstand aan onder de 12 IMA, dus de kans is wel groter dat we hier een pullback krijgen. Afhankelijk van hoe de dagelijkse sluit, we hebben nog 2/3 van de dag te gaan, zou dit een doji candlestick kunnen worden. En dat kan, en op dit moment ziet het er ook uit als een doji candlestick. Even een beetje inzoomen. En dat is een strijd tussen de bears en de bulls. De wick aan de bovenkant is iets langer, wat betekent dat de bears op dit moment iets sterker zijn. Maar het is nog veel te vroeg om daar wat echt nuttigs over te zeggen. Maar als we die op deze manier ongeveer sluiten, dan is dat zo'n doji candlestick aan de bovenkant tegen weerstand aan. En vaak geeft dat een tijdelijke top aan en dat de koers naar beneden gaat. Naast dat zien we ook dat het bullish volume, dat is aan het afnemen. Dus het is allemaal indicatief voor een
tijdelijke top. En dat we hier een low high gaan maken. En dan in het weekend waarschijnlijk. Hè, wat we vaak zien op de vrijdagmiddag, beetje in de avond, is dat er toch wat zwakte is in de koers. En in de weekenden wat meer zijwaartse beweging. Met vaak op de zondagmiddagavond een dipje. Hè, dus wat dat betreft verwacht ik nog steeds een higher low op de dagelijkse in ieder geval. De vraag is, waar gaat die vormen? We zitten in ieder geval tegen de weerstand aan. Dus de meest logische plek voor een lower high ten opzichte van deze high is in ieder geval hier. En mocht ik dat verkeerd hebben, dan wil ik graag zien dat de koers er dan bovenuit breekt. Dit support maakt. En dan zouden we ook nog wel door kunnen gaan richting de bovenkant van de range. Hè, tussen de $30.000 en de 40.000 of de 41.000 ongeveer. Hè, want de range waar we nu zitten, deze weerstand, dat is wat dat betreft de midden van de range. En zolang we eronder zitten en we zitten met weerstand aflopend poolvolume, is het meest waarschijnlijke scenario een higher low. Dus dat voor Bitcoin op de daily in ieder geval. Wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je vindt de link onder in de video. Je leert wat traden is. Je komt in de premium Discord groep terecht en je bent daardoor ook minder afhankelijk van analisten. En als je gewoon een weekje wil meekijken in de premium Discord groep, kan dat natuurlijk ook. Je kunt eerst een gratis kennismakingscursus doen als je wat meer wilt leren over traden. En als je wilt leren shorten, long gaan, hefboom, een aantal tools om een betere trader te worden, extra indicatoren, dan kun je ook handelen in cryptocurrencies deel 2 doen. Dan, wat ik volgens mij gisteren was vergeten te laten zien, was de wick of accumulatie. Dus dit zou de test kunnen zijn geweest. Maar wat mij betreft is dat nog niet zo. We zouden ook naar zo'n situatie kunnen kijken dat we die test nog moeten maken in ieder geval. Hoe dan ook, 31.000 tot 29.000 is de sterkere support. Zolang we daar boven kunnen blijven, kan dit uitspelen als een accumulatiefase. Ik laat hem nog heel eventjes zo weer staan. Hoe dan ook, we lijken wel die uptrend te maken die we zien na de spring. Dus ook het kan potentieel zijn dat de test, dat dit de test is. Dus nog even afwachten wat dat betreft, wat de koersen gaat doen. We zien ook de potentie voor een rising wedge. Dus het kan goed zijn dat dit niet de test is. Het is nog iets te vroeg om te zeggen. Maar goed, hoe dan ook, voorlopig nog positief. En even kijken. En dit zou nog steeds een test kunnen worden. Dit is misschien een test, maar het is in mijn ogen voorlopig nog in ieder geval een accumulatiefase. Zolang we boven die 30.000 tot 31.000 kunnen blijven. Dan Bitcoin op de Bitstamp grafieken met andere analyses. Waar ik het gisteren over had, was een potentiële. Nou, daar gaan we zo direct naar kijken. Wat we in ieder geval zien hier is de koers zit onder de 200 moving average, dus dat zal waarschijnlijk als weerstand optreden op de 36.400 als we hier een bump omhoog krijgen in ieder geval. En als we verder inzoomen, waar ik het gisteren over had, was de potentie voor een bear flag. Nou, die heeft niet uitgespeeld wat dat betreft. Er was hier een kleine bear flag voor de koers en een kleinere symmetrische driehoek, maar ja, dat brak naar bovenuit, vond support op de bovenkant van die bear flag, zijwaarts kanaal eigenlijk ook, en is daarna naar boven gegaan. En want het was een zijwaarts kanaal eigenlijk ook, wat kon uitspelen als een bear flag, maar het zijwaarts kanaal is naar bovenuit gebroken, heeft meer dan zijn technische target gehaald. Daarna was er ook een descending broadening wedge, welke ik ook in de premium Discord groep heb gedeeld. En op de lage timeframes kregen we een mooie hertest, heeft ook zijn technische target gehaald. En nu speelt de koers dus met de 200 moving average op de 1 uur en die weerstand op de $35.000, wat ook de 0,5 Fibonacci is. Nou, dat is deze gestippelde oranje lijn hier in ieder geval. Dus wat kunnen we nu verwachten voor de koers van Bitcoin? En als we nog heel even uitzoomen naar de 4 uur, dan zien we dus dat er wel een 4 uur uptrend is. En dat is goed. En dus je hebt hier een low, high. Dit zou je ook een higher low kunnen noemen. Higher high, higher low, higher high. Dus in ieder geval zouden we nu een higher low moeten gaan vormen. Alleen de laatste high die we nu maken is eigenlijk ook een, ja, het is een niet veel hogere high. Dus het is een marginaal hogere high. Dus hier heb je een high. En deze high is niet te veel hoger. Het liefst zie je die high een stuk hoger. Kan nog komen wat dat betreft. Maar het lijkt erop dat dat gaat falen. En als dat zo is, dan zouden we dus ook een rising wedge kunnen gaan vormen. Dus dit zou het speelveld kunnen zijn voor de komende 4 uur. Terug om een higher low te maken. Misschien nog wel een higher high. Afgewezen worden op die 200 moving average. Om vervolgens die rising wedge naar beneden uit te breken in het weekend. Dus wellicht in de komende uren wat zijwaartse beweging op de lage timeframes. Vrijdagmiddag dip. Een
Bumpje omhoog, zijwaarts in het weekend, om vervolgens de zondag toch nog naar beneden te breken. We gaan het bekijken in ieder geval. En in het beste geval breken we dus die 35.000 weerstand, maken we die support en dan verwacht ik dat we in ieder geval door kunnen gaan richting de 38.000 en potentieel wel de $40.000. En zo niet, dan krijgen we dus die dagelijkse afwijzing en dan verwacht ik dat we in ieder geval door kunnen gaan naar de 32.000, potentieel de 31.000 om die dagelijkse higher low te gaan vormen. Dus dat voor Bitcoin op de kortere termijn en nog heel even inzoomen. Dit is bij de witte pijl ongeveer waar Elon Musk tweette. Dus dat zorgde toch wel voor iets van een bearish reactie in ieder geval. Maar goed, de koers zat ook tegen de weerstand aan. De reactie valt wat dat betreft voorlopig in ieder geval wel mee. Maar daarmee is de koers wel weer onder die 34.700 support gekomen. En dat zet de deur weer open voor verdere doorgang naar beneden. Dan nog even een kijkje naar de traditionele markten. Een grote screw-over van de S&P 500. Dus we zagen hier al een goede bullish engulfing candlestick. En inmiddels heeft de S&P 500 weer een nieuwe all-time high gemaakt. Dit kan nog uitpakken als een double top wat dat betreft. Maar ja, hoe sterk zal dat zijn? Want hier zagen we datzelfde eigenlijk. Iedereen dacht, de markt is voorbij. Nou, kregen we weer een mooie uptrend. Kregen we een tijdelijke double top. Ging wel iets naar beneden om vervolgens toch weer naar boven te gaan. We gaan het zien in ieder geval. Maar het is wel beter voor Bitcoin, want een zwakke S&P 500 is in the end ook slecht voor Bitcoin. Maar goed, zolang ze geld blijven printen en dat blijven ze doen, verwacht ik eigenlijk niet dat we echt een dikke correctie zullen krijgen voor de S&P 500. De dollar lijkt eigenlijk het dagelijkse plan te volgen. Dus we hebben een top gemaakt, zijn teruggegaan naar die 200 daily moving average. En ook hier zouden we een dagelijkse trendverandering kunnen krijgen. En daarbij moet de koers eigenlijk boven de 92% of 92 moeten uitkomen. En anders is het gewoon een lower high en zouden we ook een dagelijkse downtrend kunnen krijgen. En dat is goed voor Bitcoin. Een zwakke dollar is goed voor Bitcoin. Dus dat is nog even afwachten wat dat betreft. En als we eigenlijk ook uitzoomen en na de 3 dagen, dan ziet het eigenlijk ook niet heel sterk uit. Lange wick aan de bovenkant. Op de 2 dagen ziet het er ook uit als een shooting star. En dat geeft reden tot meer bearishness. Dus dat zou goed zijn voor Bitcoin in ieder geval. Goed, dat was het ook voor deze update. Straks weer eentje op mijn eigen kanaal. In het weekend alleen voor de Premium Discord groep. Een korte update. En ik zou zeggen, happy trading. Een heel fijn weekend. En tot volgende week weer.